Een docentstage is een korte periode dat een docent buiten de deur, buiten de schoolmuren gaat kijken. Hij gaat iets uitzoeken over een leervraag die hij heeft. En die leervraag moet iets te maken hebben met het onderwijs wat hij geeft of de organisatie waar hij voor werkt. Ik ben bij gemeente Utrecht geweest, communicatieafdeling gemeente Utrecht. Daar heb ik een week meegelopen op de verschillende communicatieafdelingen. Mijn inzet was vooral mee te kijken wat er gebeurt. Dus wat zij aan activiteiten uitvoeren. Welke competenties er eigenlijk voor aan bod komen. Om mijn eigen leerlingen daarin wat meer te kunnen vertellen over hoe de praktijk eruit ziet. Dat was de eerste inzet. De tweede inzet was voor mij ook van, zouden daar leerlingen van ons stage kunnen lopen? Als een docent op stage wil, moeten ze zelf een idee hebben wat ze willen gaan uitzoeken. Daarmee komen ze dan naar mij of naar de teammanager. Dat wordt besproken, kijken of dat inderdaad haalbaar is, of het iets toevoegt aan de organisatie. Dan komt daar akkoord voor en dan moet er afgesproken worden wie wat gaat regelen en in welke periode dat gaat plaatsvinden. Ik heb dus stage gelopen bij vier verschillende instellingen. Bij een uitzendbureau, bij de gemeente en bij het UWV. Bij de gemeente heb ik stage met meerdere leerlingen, bij verschillende afdelingen. Onder andere bij een drietal leerlingen die bezig waren met de U-pasregeling. En bij het UWV met twee leerlingen die ook heel veel contact en dossierbeheer hadden. Het verbaast me dat we onze leerlingen zoveel leren in de praktijk. En dat wij eigenlijk als school eigenlijk niet helemaal aansluiten op wat er eigenlijk in de praktijk verwacht wordt. Maar voor mij wel een duidelijke beeld als SLB, maar ook als docent van oké, wat doen onze leerlingen, wat kunnen ze aan en hoe kan ik in mijn vakken daarop aansluiten. Dus alle theorie moeten we in de praktijk kunnen toepassen. En vandaar dat stage echt belangrijk is. Zo zie je hoe de werksfeer is later. En hoe je omgaat met collega's en vertrouwelijke informatie. En je leert er heel veel van. Daarom is het zo belangrijk voor ons om stage te lopen. Stagiaires kunnen we in wezen hier heel goed inzetten voor allerlei activiteiten. Maar het belangrijkste is dat ze voor hun eigen ontwikkeling. Wij kunnen ze inzetten bijvoorbeeld bij zaken als bijzondere bijstand, stadspassen. Dat is echt de zorgkant. Maar we kunnen ze ook zetten op de W-kant, dat is de werkkant, als een soort werkcoach, bij de intake. En dan hebben we ook nog de I-kant, dat zou kunnen zijn de inkomensprocessen. En ook incasso, verhaal. Dus ook voor zakelijke dienstverlening zijn we een hele goede stage-leerwerkbedrijf. Je leert hier op de stageplek omgaan met vertrouwelijke informatie, samenwerken en veel zelfstandig werk. Dat is allemaal belangrijk voor de opleiding juridisch. Nou, Ali die was tijdens mijn aanwezigheid bezig met de U-pasregeling. Hij was dus aan het beoordelen of klanten of mensen recht hebben op een U-pas. Hij had wat stapels formulier voor zich liggen en dat moest hij sorteren. Dus ik heb ook gevraagd van, kan ik jou daarmee helpen? Dus hij ging ze sorteren en ik ging ze dus in het dossier plaatsen. Maar het verbaasde me dat hij zoveel wist en dat had ik eigenlijk van tevoren niet verwacht. Maar ook de samenwerking met de andere leerlingen, de samenwerking met de collega's. Wat kan ik er nog meer over vertellen? Hij deed het daar top. Ja. Wat er gebeurt is dat docenten meelopen in de praktijk met hun leerlingen en ook zien wat wordt er nou eigenlijk van die leerling verwacht. In die praktijk en hoe kunnen wij daar in de opleiding dus ook beter op sturen? Welke competenties hebben ze eigenlijk nodig? Daar krijgen ze gewoon veel beter zicht op als ze in de praktijk ook meelopen. Om een specifiek voorbeeld te noemen daarvan, een docent van juridisch, Mervet Dogan, die heeft meegelopen bij leerlingen van de gemeente, onder andere met Ali. Hij heeft haar laten zien wat hij doet in de praktijk. Zij heeft meegekeken en hij heeft het ook haar laten uitvoeren. Zodat ze echt goed kon zien, wat doe je nou als stagiair daar? Ik liep stage bij de sociale dienst en bij de informatie- en adviesbalie. En ik moest beneden zitten en als er klanten kwamen, bestaande of nieuwe klanten die een uitkering wilden aanvragen. Of informatie wilden over hun huidige uitkering. En ik gaf zeg maar mijn informatie en advies over hun uitkering of als een nieuwe uitkering kwam aanvragen. Stelde ik een paar vragen, gaf ik ze formulieren mee die ze moesten invullen en hoe ze in aanmerking komen voor een uitkering. Twee dingen die heel belangrijk zijn, dat is welke kernkwaliteiten nemen ze mee en wat willen ze eigenlijk leren.
Wat heel belangrijk is, naast gewoon werk, houding en gedrag, zijn bepaalde competenties zoals doorzettingsvermogen, initiatief nemen, zelfstandigheid, flexibiliteit. Ja, zo kun je eigenlijk wel doorgaan. En dat is afhankelijk van de plaats waar ze eigenlijk terechtkomen. Wat de docent stage mij heeft opgeleverd, is dat ik zicht heb gekregen op hoe werkt nou zo'n communicatieafdeling. Welke activiteiten worden daar uitgevoerd. Mijn vraag was ook, wij geven verschillende vakken rondom communicatie. Is nou wat wij aan theorie verzorgen, is dat in overeenstemming met wat op de werkvloer gevraagd wordt aan kennis? Het heeft mij opgeleverd dat ik zie van, daar kloppen een aantal dingen, maar het heeft me ook leuke casussen opgeleverd. Dus die ik in mijn lessen kan gebruiken. Wanneer ik lesgeef, heb ik vooral veel behoefte aan allemaal praktijkvoorbeelden om leerlingen duidelijk te maken waarom iets belangrijk is, waarom het relevant is. Waar je in ieder geval op moet letten is dat de stage niet te lang duurt of dat het niet over een te lange periode loopt. Als een docent bijvoorbeeld, er zijn meerdere stagedagen, die zijn ook over een bepaalde periode in te plannen. Maar als dat over het hele jaar kan, dan verwatert het effect eigenlijk. Dus binnen een periode van 3 maanden is het eigenlijk het handigst om het geregeld te hebben. Wanneer ik met leerlingen in projecten werk, stuur ik meer aan op dat ze echt een goed, duidelijk projectplan werken. Dus daar, en om duidelijk te maken hoe dat eruit ziet, kan ik dan echt voorbeelden geven. Nou, toen ik bij de gemeente werkte, waren ze een voorlichting aan het organiseren en zo zag het projectplan eruit. Op het moment dat een docent op stage is, leren ze eigenlijk net zoveel van die leerlingen als andersom. En ik kreeg ook te horen van de docent Murphy, die op stage geweest is, dat ze echt bewondering had voor die leerling. Dat ze zag wat voor sprongen die gemaakt had in de praktijk. Hoe die al gegroeid is. Het is begonnen als een uniek iets, maar wij vinden het zo belangrijk. De theorie koppelen aan de praktijk. Daar gaat het om. En ja, als die afstemming steeds beter wordt, ja, dan ontwikkelt het onderwijs zich in positieve zin. Het leeft nog heel weinig. Het model wat wij hebben, hebben we in feite overgenomen van Koning Willem I College in Den Bosch. Die doen dit wel, ook volgens dit format van 40 uur. En dat blijkt te werken, ook binnen onze opleiding. Want eerst was er een ander format, duurde die stages veel langer, 6 of 7 weken. Maar dan is het heel lastig met vervanging regelen. Dat willen docenten liever niet. Dat werkte eigenlijk niet. En dit werkt wel. En degene die de docentenstage in Den Bosch coördineert, heb ik ook contact mee gehad. En dat wisselt dan heel prettig uit. Hij vond het prettig om iemand te hebben die zich daar nu ook mee bezighoudt. Want hij kent ook bijna niemand die dat doet. Zijn kennis en ervaring kon hij ook kwijt. En dat wou hij ook graag delen. En ik vond het helemaal niet erg dat wij dat ook zo overgenomen hadden. Dus dat was fijn. Ja.